Ik ben Remco Barthe. En vanuit voetbaltrainer is het een beetje het ondernemingschap ontstaan. En daar ben ik eigenlijk nu nog werkzaam in. Ik ben eigenaar van Voetbalshop Arnhem. Ja, vanaf 5 of 6 jaar al actief als voetballer. En dat is eigenlijk de rode draad in mijn hele leven. Het ontwikkelen als mens, het voor een groep staan, het kunnen praten voor een groep, zelfvertrouwen opdoen. Dat is denk ik wel een van de grootste dingen waarbij ik zeg van hé, daar zou je een SIOS-opleiding voor kunnen. Kijk, op SIOS krijg je natuurlijk heel veel sporten. En s'avonds nog je weer gewoon te trainen. En dat 5 keer in de week. Dus die combinatie was wel zwaar. Ja, als je ziet hoe je binnenkomt en hoe je weggaat uit de SIOS-opleiding, is dat je als mens ontwikkeld hebt. Of je nou voor een groep staat of je staat voor een klant die met iets binnenkomt en zegt van hé, kun je me helpen? Eigenlijk is het precies hetzelfde. Ja, je krijgt hier ook verschillende lagen en niveaus voetballers binnen, van topvoetballers tot aan amateurvoetbal. Ja, kijk, als je zelf gevoetbald hebt, dan voel je dus precies aan wat iemand nodig heeft. Ja, dat is toch wel wat je meeneemt. Altijd moet je een goede voorbereiding hebben. In het begin is dat natuurlijk wel, dat doe ik wel eventjes, maar alles is gebaseerd eigenlijk op voorbereiding. En dat is iets wat je leert en wat je eigenlijk altijd in je hele leven bij je draagt. Binnen het ondernemerschap ook en in het leven denk ik ook.